Mijn naam is Ninok. Ik ben 14 jaar oud en ik zit in de film Ninok. Nou, we hadden hier zo het schoolplein. Want je had dit hier zat een kring van allemaal meisjes uit mijn klas. En dan stond er een populairste meisje, die stond dan meestal binnenin. Daar probeerde ik dan in hun kringetje te komen, maar meestal zat ik er eerst wel in, maar ik werd er steeds langzaam uitgeduwd, waardoor ik dus uiteindelijk net buiten dat kringetje stond. Voor deze documentaire was ik eigenlijk op zoek naar een kind met een eigen kijk en een eigen visie op de wereld. Normaal. Normaal. Anders. Normaal. Populair. Normaal. Wat is normaal zijn eigenlijk? Weet ik veel. Ik hoop vooral dat mensen van deze film meekrijgen dat je kan zijn wie je wil zijn en wie je echt bent en dat er niks mis mee is. Ik hoop dat na deze film mensen ook naar zichzelf kijken, niet alleen naar de hoofdpersoon. En dan zien dat iemand die zogenaamd anders is, misschien helemaal niet zo anders is. En dat ze misschien zelf wel degene zijn die anders zijn.